afgelopen tijd gegaan? Ik heb wel gesport, alleen toch had ik niet het idee dat het altijd heel erg op de manier ging hoe ik het wilde. Ik heb geen tintelend achterwerk meer gehad. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk ook in die periodes dat ik met de kinderen ben, wel beweging aan mijn dag toe te voegen. Vaak als ik ga sporten, dan voel ik die adrenaline nog niet heel erg. Dus ik ga eerst vaak een half uur hardlopen op de band. Ja. Ik heb zelfs weer af en toe een rondje hard gelopen. Eigen privé-tijd, zeg maar, is me nog niet heel erg gelukt om dat sport er toe te voegen. Hardlopen is vooral cardio en dat vind ik ook het leukste om te doen. Dat gaat me het makkelijkst af. Ik heb heel erg meegekregen van je moet niks, zeg maar. Het is goed om elk klein succes te vieren. En vooral naar de kleine stappen te kijken die je maakt, die je succesvol doet. En daar ook blij mee te zijn. Ja, daar ook, zeg maar, een soort van ontspanning uit te halen, kreeg ik ook meer die behoefte om dat te gaan doen. Want het zitten was ook nog wel iets, hè? Het zitgedrag. Ja, dat is er niet uit te rammen, nee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar dan... Met andere mensen? Oh nee, dat is niks voor mij. Nee. Het hoeft niet ver, het hoeft niet hard. Nee. Al ga ik uiteindelijk toch wandelen, is dat ook goed. Ja. Want het moet niet, maar het is gewoon lekker, het is goed. Ja. Dus dan moet je terwijl je belt misschien ook nog even met een paar... Met een dubbel. Een gym hier bouwen in de redactie. Dat je gewoon even gewoon... Ik zou dat echt heel fijn vinden. Stel je voor dat dat nou op werk zou zijn. Chantal, luister je? Nee, maar dat zou best wel. Dat je gewoon eventjes kan rennen of iets kan doen en daarna weer aan de slag. Maar dan moet ik zeggen, dan kijk ik heel positief terug op de week met mooi weer. Tuurlijk. En ik merk wel, als het dan weer nu het waait en regent... Dan kan ik er ook weer vrij makkelijk mee breken. Ook al hou je de app niet echt bij. Ja. Dat het wel goed is om af en toe wat op te zoeken. Dus dat je wel een kennis over producten. En ja, dat kun je zelfs in bed doen. Dat zou ook nog kunnen, ja, na werk. Dus als het lekker weer is, dat ik gewoon mijn sportspullen meeneem. En dan buiten een rondje. En dan gelijk doorsprinten naar Amsterdam Centraal. Zo fanatiek natuurlijk. Ja. Maar ik krijg nu zelfs bijna een beetje een soort van schaamtegevoel. We hebben 18 verdiepingen en als ik dan naast iemand sta die dan op 16 drukt en ik druk zelf op 3, dan denk ik, oh, iedereen zal vast wel denken van, joh, dat kan je toch ook lopen. En dat is ook zo, dus ik probeer dat ook al wat meer. Ja. Okay. Maar ik denk dat het goed is dat je even op een moment in de week gaat kijken van, nou, hoe zien de komende 3-4 dagen eruit? En hoef je echt nu te bedenken dat je woensdag bloemkool eet, dan is dat een heel saai. De komende weken wil ik nog meer gaan wandelen. Ik ga elke dag proberen aan mijn dag toe te voegen. Ga ik per dag een half uur voor mezelf vrijmaken om iets aan beweging te doen. Want ik zit veel achter mijn laptop en ik heb het momenteel erg druk. Vaker naar werk te gaan lopen en de fietsen laten staan. En daarnaast 2 keer per week in de ochtend in ieder geval een half uur voordat mijn dag start te bewegen.